Willen wij dat zien? Ja, tuurlijk. Hey, daar komt ons ontbijt. Good morning. Nou, geniet er maar van. De komende twee nachten weten we niet wat ons te wachten staat. Het weer vandaag. De eigenaar van de Ecolodge heeft ons geregeld dat we twee nachten bij een vriend van hem mogen verblijven. Die is een hotel aan het bouwen, heel ver zuidelijk op het meer. Dus dat betekent weer een paar uur tuffen. En we gaan nu eerst de koffers afleveren bij het hotel waar we straks in Yang Shui terugkomen. Daarna gaat het grote avontuur beginnen, want het schijnt dat het hotel nog niet eens af is daar. Ik ben benieuwd. Yes, have a good trip. Yeah. Oké, bye bye. Gaat beginnen. De grote tocht naar het onbekende. Ben benieuwd. Oh, ik heb nog wat passanten. Wat zie je daar? Een mega grote boeddha. Nou, ga kijken. Oh, het geluid van die belletjes. En door. We zijn een uurtje 4-5 verder en ik heb het gevoel dat we aangekomen zijn op onze bestemming. Van afstand ziet het er al heel leuk uit. Nice to meet you. Nice to meet you. You are my first client. Yes. De komende twee nachten is dit ons onderkomen. En we zijn de eerste gasten. Wat een eer. Prachtig. Nou, ik denk dat wij de eerste zijn die hierop gaan. De shower room. Shower? It's okay. For you. So I will put one more for you. Okay. So make yourself at home. De bungalow naast ons wordt een eetkamer voor ons ingericht. Jongens, jongens, wat een feest is dit. We gaan nu samen lunchen met onze gast hier. Let me sit here. Your father sit there. Even een kleine rondleiding over het gedeelte wat later het restaurant gaat worden. This will be the kitchen. Yeah. Dit is pas off the road. In de woning van hem. My name is Rob. Rob, it's easy. They can speak English very well. En we werden net ontvangen door de principal, de monnik. En nu is deze jongen die gaat ons rondleiden. Hij wil graag tour guide worden. My name is Mamin Luyen. Het geluid dat jullie horen, dat komt dus hier vandaan.
Dan maken ze gezuiverd water wat ze verkopen. Om zodoende weer inkomsten te genereren. Het is zo zonde dat het zo moeilijk is om dit water in Nederland te krijgen. Het zou zo goed zijn om de mensen hier te helpen. We krijgen hier gewoon echt de volledige tour. Elke ruimte gaat open voor ons. We gaan nu naar de keuken. Als ik hier ben, moet ik alles eten. Is dit de rice cooker? Ja, yeah, rice cooker. Zo kook je dus rijst voor meerdere mensen. Er schijnen hier zo'n 1100 kinderen te verblijven. En die kunnen niet allemaal tegelijk eten. Dus dat gaat allemaal in groepjes. In dit soort gebouwtjes. Ja, je stapt in zo'n avontuur en je weet eigenlijk niet precies waar je uitkomt. Gewoon, we zijn echt even stil van wat we net allemaal gezien hebben. Een beetje verdrietig toch wel, omdat wij dat gewoon niet gewend zijn.